Vanuit de Vierdaagse Feesten wordt er elk jaar een Innovatie Award uitgereikt. En dat is een cadeautje van de gemeente Nijmegen aan het 50-jarig bestaan van de Vierdaagse Feesten. En zij mogen 5 jaar lang die prijs, inclusief €1500, uitreiken aan een organisatie hier ergens in de stad. Die heel goed bezig zijn op innovatieve wijze op verschillende vlakken. En nu mag ik de prijs voor innovatief en alternatief en alle woorden die we erop kunnen verzinnen, mag ik gaan uitreiken. En het gaat echt naar de koeling en daarmee zorgen dat je minder zorgt, om te zorgen dat je minder vervoersbewegingen krijgt. De prijs gaat naar de smaakmarkt. Voor jou. En doe er mooie dingen mee, hè. En een kleinigheidje voor aan de muur. Het is een tegeltjeswijsheid, maar dan een kleur. Gewoon om te zorgen dat wij een kleurrijke samenleving zijn. En allemaal uniek zijn. Diede, gefeliciteerd. Nou, we hebben net de Innovatie Award hebben uitgebreid aan Diede van de Smaakmarkt. Omdat hij toch wel heel creatief en innovatief bezig is. Hij heeft ervoor gezorgd dat hier zijn heel veel standjes zijn hier. En al die standjes die moeten bevoorraad worden. Hij heeft die bevoorrading samengevoegd, zodat er maar 1 keer een vrachtwagen hoeft te komen. En Diede heeft ervoor gezorgd dat er maar 1 koeling is. Dus het scheelt heel veel CO2, het scheelt heel veel uitstoot. En we zorgen er ook voor dat we minder vervoersbewegingen met elkaar krijgen. Dus Diede is eigenlijk de man van de slimme logistiek en de handige oplossingen. En het is wel leuk, want ik zat erover na te denken van wat maakt het nou eigenlijk bijzonder dat wij deze prijs hebben gewonnen. Aan de ene kant programmeren we een heel mooi kinderprogramma. En aan de andere kant is het bezig zijn met CO2-reductie ook voor onze toekomst, dus ook voor onze kinderen. En daarom is het zo mooi dat we dit eigenlijk op 2 manieren kunnen interpreteren ook. En hoe voelt het nou om dit gewonnen te hebben? Want ik zie jou al met een hele brede glimlach deze cheque vasthouden. Hoe is het om dit te winnen? Leuk. En daar ben jij het denk ik helemaal mee eens. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. €1500 is een leuk bedrag. Als ik kijk naar het circulaire bekersysteem die we aan het invoeren zijn. En ik was gisteren bij het optreden van de burgemeester. En het hele Fabelplein was vol. Gewoon vol trots. Als je dan bekijkt hoeveel bekers er op de grond liggen. Die zijn er met een hand te tellen bij mij voor. En dan denk ik, we zijn echt naar de goede kant bezig. Hoe we festivals duurzaam kunnen maken en zorgen dat bijvoorbeeld de bekers opnieuw in de recycling komen. Naast de circulaire beker inderdaad, hebben we dit jaar speciaal aandacht voor duurzaam en lokaal eten en drinken. Dus je kunt op verschillende plekken in de stad de CO2-uitstoot van gerechten zien op de menukaart. En daarmee kun je een bewuste keuze maken als je dat zou willen. Hoeft niet. Maar daarmee proberen we wel een beetje een stukje bewustwording bij te brengen. En mensen ook een duurzaam, lokaal, gezond product daarvan te genieten. Ja, en iedereen die hier op het feest staat als organisatie doet er ook aan mee. Want de innovatie award is zojuist uitgereikt. Ja, en dat is het hele mooie. Een aantal dingen moeten ze van ons. En een aantal dingen doen ze zelf. En daar komt de innovatie vandaan. Dus het mooiste is natuurlijk dat als een locatie als de Smaakmarkt, de winnaar van de innovatieprijs, zelf dingen bedenkt om nog duurzamer te worden. En dat hebben ze dit jaar gedaan.